Voordat Roxy met haar reactie kwam, had Koen zijn verhaal al gedaan. Hem wordt er voor het eerst naar gevraagd als hij wordt ingebeld bij Slam FM. Ik heb het ook voorbij zien komen, maar je moet niet alles geloven wat je leest, hé, hey, laat hij weten. Wat er nu gezegd wordt, is sowieso. Toch is er nog ruimte voor speculaties. Hij geeft vervolgens namelijk aan dat er niets, officieels, speelt, maar dat bevestigt niet dat hij aan het daten kan zijn. Er is nu in principe niks, dat ik echt denk: van dit ga ik nu naar buiten brengen om te delen. In een interview met RTL Boulevard heeft ook Roxy Dekker haar verhaal gedaan over de geruchten dat ze aan het daten is met Koen van Heest van de bankzitters. Het is een leuke jongen, maar ik vind die andere jongens ook leuk. Milo is ook leuk, Robbie, Raoul, Matti, iedereen is. De interviewer ziet graag een serieuzer antwoord. Maar hoe vind je het, Roxy? Even serieus, op deze serieuze toon? Dat mensen daar dan zo induiken? Roxy geeft aan dat het part of the job is. Blijkbaar hoort het erbij. Ik vind het wel wat. Blijkbaar is het een ding. Ik vind het wel heftig. Ik had niet verwacht dat door één roddel zoveel ontploft zou worden. Verder wil ze niet zeggen hoe pril het is. Ik ga er niks over zeggen. O kleine b-sterretje, tch. Of het moment wel ooit gaat komen, blijft ook maar de vraag, volgens Roxy. Weet ik veel, als het er ooit gaat komen. Ik heb